Pieter, wat was dit voor een bizarre wedstrijd? Ja, ik kan je wel zeggen, ja. Ik denk dat wij in het begin hadden het een beetje moeilijk. Ging het wel gelijk opgaand. En scoren eigenlijk uit het niets de 0-1. En eigenlijk ook vanuit het niets de 0-2. Dan ga je gewoon rusten met een 0-2 voorsprong. Ja, en dan de tweede helft kom je zo uit de startblokken. Ja, dan maak je eigenlijk de wedstrijd gewoon af. Hoe zaten jullie nou in de kleedkamer in de rust? Ja, gewoon met een lekker gevoel, omdat je 0-2 voor staat. Alleen, we merkten zelf wel dat er nog iets moest veranderen. En we deden een kleine aanpassing op het middenveld. En ik denk dat dat je zag dat de tweede helft wel meer controle hadden. Ja, want eigenlijk was het een hele merkwaardige tussenstand 0-2 met de rust. Want eigenlijk hebben zij de meeste mogelijkheden gehad. Jullie maar anderhalve kans of zo, denk ik. Ja, precies. Ja, het ging wel gelijk opgaand, maar hun waren inderdaad wel het gevaarlijke voor de goal. Maar ja, dan is het alleen maar lekker als je dan met 0-2 gaat rusten. Ja. Nou, mede dankzij jou, want jij breekt de wedstrijd open voor jullie. Vertel die goal eens, hoe die ging. Ik stond een beetje links op het middenveld, een beetje uitgezakt. En ik vroeg de bal. En ik draaide open en ik zag eigenlijk dat ik helemaal vrij was. Van een meter of 23 tot 25. Zag ik van ja, gewoon uithalen. En er zat wel een flinke zwabber in. En volgens mij werd hij ook nog licht aangeraakt. Ja, en toen vloog hij binnen. En natuurlijk super blij mee. Een tijdje niet gescoord, ging op de paal. En de keeper pakte een paar keer goed. Maar dus erg blij met de goal, ja. Weet je toen niet van je voet vertrokken dat het een doelpunt zou zijn? Want de afstand leek vrij groot. Ja, je voelt natuurlijk wel dat je hem lekker raakt. Alleen, ze hadden maar afwachten of hij erin gaat. Maar ja, je voelt wel dat hij goed van je voet vertrekt, ja. Knaagde dat een beetje aan je dat je nog niet zo heel veel gescoord hebt dit seizoen, terwijl je vorig jaar aan de lopende band doelpunten maakte? Tuurlijk wel. Ik speel natuurlijk wel nu iets minder voorin. Want zoals je tweede half zag, ik denk als ik dan voorin sta, dan kan je iets meer blijven hangen. En dan kom je wat vaker voor de goal. Alleen zoals je de vorige wedstrijden zag, ja, tegen Cambuur de paal en vorige week tegen Almere, toen tikte hij hem ook uit de korte hoek. Ja, dan zit het gewoon even niet mee. Maar ja, ik heb nooit, wat ik ook in de krant zei van de week, ja, tuurlijk, het knaagt aan me. Maar ja, ik maak me geen zorgen, want als ik die kansen blijf creëren, dan weet ik dat ze er vanzelf ingaan. Nou, in de tweede helft was je ook meteen van waarde, want dankzij jou kregen jullie de penalty. En toen was de wedstrijd wel eens een beetje gespeeld, denk ik. Ja, nee, toen hij binnen verloor is het 0-3. En dan merk je wel dat het gespeeld is. Alleen we zeiden wel, toen we wegliepen naar de aftrap, zeiden we van maak er nog maar een paar bij. Dat is toch lekker voor het vertrouwen. Als het nu toch zo gaat, ja, dat is toch een lekkere uitslag als je 1-6 of 0-3. Dat is toch wel een verschil. Ja, maar dat is aardig gelukt inderdaad, want zelfs een paar jonge spelers die nog niet eerder gescoord hadden, maken, pikken een doelpuntje mee. Ja, dat is heel mooi. Je eerste goal op dat voetbal is altijd heel speciaal. En die jongens mogen er echt trots op zijn. Is dit nou de ommekeer voor Go Eagles dat een tijdje niet gewonnen heeft? Nu twee overwinningen achter elkaar? Of is daarvoor het spel in de eerste helft nog te matig? Je weet nooit hoe het gaat. Maar natuurlijk is dit voor het vertrouwen is het erg goed. Als je nu een serie van twee zet. Alleen als je volgende week verliest of die week daarna gelijk speelt. Ja, ben je weer terug bij af. Dus we moeten deze lijn gewoon vasthouden. En laten we maar meer wedstrijden gaan winnen. En uiteindelijk gaat het gewoon om de punten. En die hebben jullie volop gepakt vandaag. Ja, precies. En vorige week ook. En ik hoop volgende week ook.